woonde tot 3 jaar geleden in Noordoost-Groningen, in het aardbevingsgebied. Mijn man overleed na een slopende ziekte en ik bleef achter met een restschuld en een klein sociaal netwerk en heb besloten mijn huis te verkopen en naar het midden van het land te trekken en ben zo in Deventer beland. En waarom in Deventer? Omdat het centraal ligt en omdat mijn moeder daar woont. Ik kreeg een mooie woning in Deventer en aanvankelijk woonde ik er heel plezierig, maar alras traden er dusdanige problemen op dat ik dat mijn woongenot ernstig verstoord werd en mijn gezondheidsproblemen groter. En na een bezoek aan mijn huisarts werd ik doorverwezen naar de kern. Bij de kern ontmoet ik Jurg, met wie ik een heel goed inhoudelijk gesprek heb gevoerd. En hij heeft voor mij de urgentiepapieren in orde gemaakt. Maar mij ook nog een aantal tips aan de hand gedaan, waarmee ik nu zelf verder kan.